Hoe laat ik een bal leeglopen? Je hebt een pompje nodig. En draait het tuutje ervan af. Dan stop je hem voorzichtig in de bal en laat je hem leeglopen. Ik neem een bal altijd mee in het vliegtuig. En dan moet het meeste lucht eruit zijn. Anders kan die exploderen door de luchtdruk. Lennart en ik vliegen vanaf Seoul naar Fukuoka. Dat is helemaal in het zuiden van Japan. De natuur schijnt hier prachtig te zijn. Dus we gaan super toffe hikes doen. Maar eerst, de bal moet weer opgepompt worden. En wat ik aanraad, om deze ribbels te voorkomen, pomp de bal heel hard op en laat hem dan wat leeglopen. Totdat jij er helemaal blij mee bent.